ik sta hier na die klinkende 1-4 overwinning met Patrick Loenen. Je staat hier op, denk ik, een andere manier, met een ander gevoel dan vorige week. Als dit interview net zoveel bekeken wordt als vorige week, wat ik begreep. Wat natuurlijk helemaal niet de aanleiding was om mensen te enthousiasmeren voor zo'n interview. Ja, dan sta je op een ander gevoel, ja, Piet. Heb je veel reacties gehad op dat interview van verleden week? Nou, ik ook. Maar in mijn kring weet ze ook wel een beetje hoe ik ben. Dus dan zal het ergens vandaan komen. Maar spelersgroep, spelers, mensen die ik ken. Ja, heel veel mensen hebben heel veel reacties gehad. Ja, en als je dat dan allemaal met elkaar bundelt, dan denk ik dat het in totaal best breed is, ja. Van die opbrengst kunnen we met DVS TV prima vergaderen. Met een drankje en een hapje. 3500 keer bekeken. Als jij wil, Pieter, doe ik er nog een. Ja, fantastisch. Fantastisch. Nee. Maar wat was het geheim vandaag? Nou, kijk. We zijn de week begonnen met vorige week. Dat hebben we afgesloten. Nou, dan leeft er wat. Dan hebben we het ook nog maandag over die wedstrijd. Ook over het interview. En ik denk dat de groep en ik, we zijn kort bij elkaar, maar we kennen elkaar echt wel goed. Ze weten waar ik moeite mee heb. Ik weet waar zij moeite mee hebben. En maandag is het ook wel geclashed in de kleedlokaal. Op een gezonde manier. En dat kan dan twee kanten op. Maar als je dan daarna maandag, wat me heel erg opviel, werd er met heel veel vreugde getraind. Er werd goed getraind voor de maandagtraining. Er was heel veel plezier. Dinsdag idem dito. En donderdag hebben we natuurlijk richting vandaag getraind. Op de manier van spelen. Dat was ook top. En dat is natuurlijk allemaal makkelijk praten nu. Maar ja, dan moet je aan de jongens vragen. Alleen is de vraag, hoe presenteren we ons op zaterdag? Want ik heb wel vaker een gevoel gehad op donderdag. Dat was wel goed. Maar jongens, waar ik volledig achter mijn interview van vorige week sta, nog steeds. En ik snap ook dat er zoveel reacties op gezien zijn, maar dat, ja, lekker belangrijk. Maar als ik kijk wat ze vandaag hebben gebracht, en niet omdat we 1-4 gewonnen hebben, want ik zei nog ergens in de wedstrijd, ook al verliezen we vandaag. Als wij dit iedere week op kunnen brengen, man, wat een intensiteit, wat een agressie. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat HSC een goede ploeg is. Ik denk, dat bedoel ik niet arrogant, hè, maar ik denk dat ze ons wel op het verkeerde moment troffen. Nee. Ja, denk ik ook. Dat denk ik, ja. Ja. Wel heel jammer van het eerste kwartier, wat geweldig was. Toen speelden jullie echt de sterren van de hemel. En die jongens die werden er helemaal flauw van HSC. Ja. Maar dan beloon je jezelf niet. Dus toen dacht ik van, donder, dan gaan we weer. Ja. Maar en dan gebeurt het gewoon tijdens voorzetten en corners. Waar we nooit goed in zijn. Nee, maar ook, volgens mij 2 minuten voor rust, 1 minuut voor rust. Ja, dat is killing van tegenstander. Maar ja, wij scoren moeilijk, Piet. Dat zag je ook in de eerste kwartier, maar ik wil het daar niet eens over hebben. Ik denk dat elke speler weinig meer over had. Ook, maar niet alleen de arbeid, niet in de intensiteit, maar ook in het houden van afspraken. Misschien 2-3 momentjes doen we het niet eens bewust. Dan worden we ook kwetsbaar. Je hoort mij ook roepen, nogmaals gaat niet om mij, maar van blijf uit die 16. Want daar zijn we kwetsbaar. Weet je, dan maar met ruimte in je rug. Maar jongens, ze zijn ook zo, ze waren coachbaar. Het lijkt nu wel, ik denk de mensen die dit zien, die denken, wat is er met die trainer? Vorige week was ik zo negatief. En nu hou ik dan een heel positief verhaal. Maar dat was het ook gewoon. Dit was fantastisch, Piet. Ja. Organisatorisch ook. Verdedigend heel, heel goed met z'n drieën daar achterin. Joël van Blerk. Speelde goed, man. Ja, echt. Ja, ik heb er echt van genoten. Maar de organisatie is één. Maar binnen de organisatie, die is altijd wel op orde bij ons. Maar binnen de organisatie heb je dan ook individuele handelingen, waar ik het vorige week over had. Dat kan aan de bal zijn en zonder bal. Dat kan echt verdedigen zijn. Ja. Mes tussen de tanden vandaag. Dus organisatie is één. Maar uitvoeren van, dat is nog een keer twee. En dan wordt het 1-4. Misschien dat zij er ook nog één hadden kunnen maken. Ja, maar ik denk als het 1-7 wordt. Maar goed, laten we tevreden zijn met 4, hè, Piet. Precies. Is genoeg. 3 punten binnen. Ja, ik ben trots op ze, serieus. Volgende week Eemdijk. Lekkere clash. Kijk, waar ik zo'n soort ploeg. Ja, waar ik nu benieuwd naar ben. Kijk, ze hebben nu één probleem. Ze hebben nu laten zien met welke intensiteit ze kunnen spelen.
ik doe niet meer heel veel minder. Maar dat moeten ze niet voor mij doen. Nu zien ze ook wat het oplevert. Jij zei vorige week, hoe gaan we dat omdraaien, of je collega. Dit is houvast. Oké, als ik dit en dit ervoor doe, ik blijf in die organisatie spelen, dan kan dat ons heel veel opleveren. Dus ergens heb je houvast nodig. En we moeten zorgen dat dit geen incident wordt. Maar dit was echt goed. Dit was echt goed. Goed, laten we daar mee eindigen, dit interview. Een heel goed weekend.